Goedemorgen. Um, ik wil u graag even deelgenoot maken van waar we mee bezig zijn. Surfnet leidt een internationaal project waarin we samenwerken met Tsjechië, Spanje, Zweden en um, Portugal. Um, met als doel om mobiele telefonie, data-abonnementen vooral goedkoper aan te kunnen bieden aan studenten. En dan vraag je, je misschien ja, waarom doet Surfnet dat? Ja, maar wie moet het anders doen? Um, dus gezamenlijk hebben we 3,2 miljoen studenten in die vijf landen en medewerkers, en daar proberen we een beter data voor, aanbod voor te krijgen. En waarom doen we dat dan? Nou ja, de, de piramide van Maslow kent u waarschijnlijk. En daar is een nieuwe laag aan toegevoegd, onderin voor studenten speciaal, specifiek, free wifi. Maar eigenlijk bedoelen ze het niet free wifi, eigenlijk is gewoon gratis dataverkeer, of betaalbaar dataverkeer. Want wat we zien is dat studenten wel altijd en overal online willen zijn, en zijn, alleen dat de databundels die de providers... Aanbieden te klein zijn en dat de kosten voor de overschrijdingen zo hoog zijn dat dat elk gebruik in de kiem smoort. Um, en daar willen we wat aan doen door het een betaalbaar uh, data overal toegang mogelijk te maken. Um, hoe doen we dat? Uh, we gebruiken Europese aanbestedingsuitgangspunten zoals uh, proportionaliteit en transparantie, nondiscriminatie. Um, en alhoewel het geen echte Europese aanbesteding is, want. Surfnet gaat niks inkopen. Um, hebben we het wel als zodanig gepubliceerd zodat alle providers in de gelegenheid zijn om hier kennis van te nemen? Nou hebben we daar wel een minimumgrens aan gezet, want we willen niet dat een provider die nu 30.000 klanten heeft, opeens er 550.000 bij krijgt, waardoor de kwaliteitsbeleving slecht zou kunnen worden. Dus we hebben daar wel een onderwaarde aan gezet. Um, dat leidt straks tot een, een overeenkomst tussen Surf Market... En um, die provider, één provider in Nederland, um, waarin de afspraken worden vastgelegd, en vervolgens gewoon de standaard overeenkomsten tussen de studenten en de, en de providers. provider. En het is um, straks beschikbaar voor studenten en medewerkers het hoger onderwijs. Um, kleine kanttekening: dat stond ook niet goed in de, in de agenda. Het is niet voor research op dit moment. We hebben een gez gezamenlijke uh, gemene delen genomen. Voor al die vijf landen, en dat hebben we besloten om dat te beperken tot hoger onderwijsstudenten en medewerkers. Dat dat op later moment wellicht die groep verbreed kan worden. Dat is heel goed mogelijk, maar in eerste instantie is het voor studenten en medewerkers van instellingen. Um, hoe komen we daar? Um, we focussen vooral op bestaande aan, uh, proposities omdat het eenvoudiger is voor providers om die goedkoper aan te bieden dat. Het is een aardige weg om een nieuwe propositie te maken. En we kijken vooral naar databundels. Uh, en zoeken dan de provider die het beste aanbod heeft. Uh, gecombineerd met het beste marketing-idee uh, erbij. Want ja je hebt ook marketing nodig om dat bij de studenten onder de aandacht te krijgen. Um, in Ierland hebben ze al zes jaar hiermee ervaring. Uh, Telefonica O2 had zo kort een uh, hele goede aanbieding voor 10 gigabyte. Sorry, 15 gigabyte voor 10 euro per maand, data only. Dat was uh, zo populair dat studenten steeds meer data gingen gebruiken. Elk jaar 40% meer. Uh, en het, op dit moment gebruiken de Ierse studenten die, uh, ongeveer 12 gigabyte per maand. Dat zijn cijfers waar de Nederlandse providers van schrikken, kan ik u vertellen. Die zeggen: 350, 700 MB is meer dan genoeg. Um, ja, Maar dat komt waarschijnlijk vooral door die hoge kosten die erbij komen als ze er overheen gaan. Um, dus we zijn heel blij dat we deze nieuwe aanbiedingen van, van Ierland nu onder de neuzen van de providers kunnen laten uh, zien. Zodat ze zien dat Ierse studenten nu uh, 25 gigabyte krijgen voor 10 euro per maand op 4G, uh, inclusief een WiFi, uh, en een smartphone-abonnement met 5 gigabyte data. Wanneer komt het in Nederland beschikbaar? Uh, we hebben net in september twee rondes gehad, met, uh, uh, waarbij we met alle providers in al die landen gesproken hebben. Uh, dat is heel waardevol geweest. Daar hebben we heel veel feedback gekregen. Wat werkt wel, wat werkt niet? Waar vinden zij dat wij meer aandacht voor zouden moeten hebben? Uh, dat nemen we mee. Dat komt in het definitieve bestek. Dat komt deze maand wordt dat naar de, uh, de providers in die landen gestuurd. En dan verwachten we in december de inschrijvingen. En de eerste kwartaal volgend jaar dat het beschikbaar komt via Surfspot en de website van de provider. Dat willen we doen via Surfspot, omdat ja, Surfspot de, de marktplaats is voor de studenten en al een bekend uh, end-user-gremium. Uh, uh, en dat was mijn presentatie.